Er zijn geen bedreigingen op grote schaal op de markt in Nijmegen. Niet te min staat de relatie tussen gemeente en marktkooplieden onder druk. Bij het verlenen van vergunningen voor marktkooplui is fout op fout gestapeld. Dat zijn enkele conclusies uit het Berenschotrapport rapport dat de gemeente Nijmegen liet maken na de incidenten op de markt vorig jaar. Het onderzoek is voornamelijk gegaan over of er al of niet intimidaties. Daar is ook uitgekomen hoe onze systematiek van vergunning, verlening en controle en zo werkt. De, de, en dat zal maken dat we dat opnieuw gaan opzetten. En dus vertrouwen gaan kweken weer bij de marktkooplei. Met dat vertrouwen moeten we kijken dat we een nieuwe richting met de markt ingaan. De concrete aanleiding van dit onderzoek zat niet zozeer omdat we dingen hadden geconstateerd op de afdelingen die niet deugden, maar omdat er sprake was van intimidatie en bedreigingen. En we wilden goed onderzocht hebben van wat klopt eh, daarvan en daar waren ook intimidatie en bedreigingen mee eh, waar markmeesters eh, nou ja, een rol in speelden in die zin dat zij ook eh, mogelijk doelwit van die bedreigingen eh, waren. Het heeft ermee te maken dat als je onvoldoende uitschrijft hoe je hebt te handelen rondom het verlenen van een vergunning om een kraam op de markt te hebben, hoe je er vervolgens en wie daarop het toezicht ook uh, houdt en ook handhaaf als iemand de vergunning niet nakomt, als je dat onvoldoende helder uitschrijft, dan vervolgens. Ja, door een proces van jaren ook niet alle aandacht aan geven vanuit de organisatie. Daar kunnen in de praktijk natuurlijk situaties voorkomen. waarbij op men op de markt zegt: hé, hey, hij of zij krijgt wel een vergunning voor iets wat ik zou willen doen. en ik krijg het niet. Maar heel belangrijk is natuurlijk: hoe wil je verder met de toekomst van de markt? Daarvan hebben we ook toegezegd: we willen echt voor 1 juli. Dus over vier maanden, ruim vier maanden, willen we die toekomstvisie klaar hebben. En ons beleid, al die spelregels zeg maar, die moeten gelden, maar helemaal up-to-date gebracht hebben. Zodat daar geen misverstanden bij kunnen komen. dan kunnen we ook een nieuwe start maken. We hebben gekozen het onderzoek eerst met de mensen van de markt te bespreken. Voordat we het ook aan de pers vrij vrijgaven. Dat heeft mensen de kans gegeven om dat te reageren. Ook om de kritiek te uiten. En ik merk als je aangeeft van, hé, hey, nou gaan we er wel tegenaan. En we hebben vier maanden de tijd. Om de boel op orde te zijn, en daar willen we jullie graag weer betrekken. In september hadden we al een start uh, gemaakt. Daar heeft iedereen eigenlijk een positief gevoel uh, bij. Ik heb de indruk dat je dan weer voort kunt.